De rechter heeft bepaald dat de staat onrechtmatig gehandeld heeft in het toeslagenschandaal. En dat is een hele grote wijziging. 4 jaar lang hebben wij hier in de Kamer gezegd, het is onrechtmatig, er is niet alleen een fout gemaakt, er zijn wetten overtreden. De regering gaf ook toe, er zijn 13 wetten overtreden. Maar nu zegt ook de rechter dat. En dat kan vergaande gevolgen hebben voor de hersteloperatie. En ik zou graag een brief ontvangen over de gevolgen die dit heeft voor de hersteloperatie. En we hebben er vandaag een brief over gehad. En naar aanleiding daarvan zou ik willen weten, waarom wordt er voor de jaren dat UAT geen compensatie biedt aangenomen dat het evenredigheidsbeginsel wel in acht genomen zou zijn? Anders zou je niet in beroep gaan tegen Almelo. En een hoger beroep zal de staat geen verweer voeren tegen de onrechtmatigheid. Maar geldt dat ook voor het verweer dat de ouders niet ontvankelijk zijn en geen belang hebben, omdat de UHT-regeling bestaat? Dat lijkt te volgen uit de zin, voor de ouders is er daarmee geen noodzaak om de civiele rechter hun schade vergoed te krijgen. En als derde en laatste vraag, voorzitter, heeft de regering afspraken gemaakt met de rechtspraak over de termijnen in zaken beroepen niet tijdig beslissen? Waarom moet de Raad van State hierover besluiten? Dank u wel. Kijk. Voorzitter, die na omkomst van de antwoorden hierop en op de antwoorden van de Kamervragen van tenminste 3 partijen, mevrouw Leijten, mevrouw Van Dijk en ondergetekende, zou ik eigenlijk voor de zomer hierover van gedachten willen wisselen met de regering. En dat zijn dan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Algemene Zaken. En die van Financiën, Toeslagen en Douane natuurlijk. Ja, dank u wel, meneer Omtzigt. De heer Markzoer, PVV. Steun voor het debat. Mevrouw Paul, VVD. Voorzitter, geen steun. Verderop op de regeling staat een verzoek van mevrouw Leijten om het debat, commissiedebat van 23 mei om te zetten naar een plenair debat. Dat verzoek steunen wij. En de suggestie zou zijn om dit onderwerp ook daarbij te betrekken in één debat. Dus geen steun voor dit debat. De heer Futselaar, SP. Voorzitter, steun voor dit verzoek. En als het wel wordt aangenomen, dan zal het verzoek van mevrouw Leijten vervolgens vervallen, uiteraard. Dus misschien kan ik collega's daarmee overhalen. Heer Azarkan. Ja, voorzitter, 2 totaal verschillende onderwerpen. Ik denk dat we geen recht doen aan het verzoek van de heer Omtzigt om dit debat echt apart. Ik denk dat we geen recht doen als we dat samentrekken met een commissiedebat. Dus misschien een aardige suggestie, maar dat gaat echt niet werken. Hier al jaren mee bezig inderdaad. Ja, ik steun het ook, omdat het is goed dat de rechter uiteindelijk nu... Ja. Dit heeft geoordeeld, want heel veel mensen zagen dit al lang aankomen. En uiteindelijk vind ik het wel belangrijk dat we deze belangwekkende uitspraak, waarin wordt gezegd onrechtmatig, eigenlijk voor het eerst, dat gaat heel veel consequenties hebben. En daar moeten we het over hebben. Ja, u steunt de heer Van Houwelingen. Steun. Mevrouw Teunissen, Partij voor de Dieren. Steun. Mevrouw Den Haan, fractie Den Haan. Steun voor het verzoek. De heer Van der Lee, GroenLinks. Steun voor het verzoek van de heer Omtzigt, ook mede namens de PvdA. En het gaat over de evaluatie, was het verzoek van mevrouw Leijten, ongekend onrecht. Maar dat kan heel goed ook in dit debat. Dus steun voor het debat van de heer Drost, ChristenUnie. Ja, voorzitter, wij zijn ook voor één plenair debat. Dus in zoverre steun we wel in combinatie met het verzoek van mevrouw Leijten. Ik zie meneer Fitselaar, hoorde hem zeggen dat ook het idee is van de SP om dat te combineren. En daar zijn wij voor. Dus dan gaan wij tegen het volgende verzoek, tenzij dat wordt ingetrokken. Dus u steunt dit verzoek even? Eén van de twee. Het gaat ons om één plenair debat. U moet even kiezen. U steunt dit verzoek? Wij hadden gekozen als een fractie voor het verzoek van mevrouw Leijten. Dus het commissiedebat van 23 mei uit mijn hoofd om te zetten naar een plenair debat. En dan kan dit bij betrokken worden. Dus u steunt het andere debat wat nog zo op de regeling staat. Mevrouw Simons, D1. Vanzelfsprekend steun, zeker gezien de houding van de SP. Mevrouw Inge van Dijk van het CDA. Wij willen ook graag het debat van het 23e plenair voeren. En daarmee dit debat niet steunen. Maar deze... antwoord op de vragen. We hebben gevraagd zoveel mogelijk al voor het debat naar ons toe te doen komen. En in juni is er ook nog een commissiedebat waarbij we de antwoorden ook kunnen betrekken. Mevrouw Kat. Ja, ik sluit me aan bij de woorden van de ChristenUnie. Dus om dat eenmalig te doen. Ja. Heer Stoffer, SGP. Ja, voorzitter, het is een beetje ingewikkeld geworden. Ik weet niet meer wat ik nu wel en niet moet steunen, maar in ieder geval is me helder. Dit steun ik dan maar wel. Dank u wel. Er is geen meerderheid voor dit verzoek. U heeft wel een informatieverzoek. Dat zullen wij ook doorgeleid met een aantal concrete vragen. En een aantal collega's hebben aangegeven straks hun steun te willen uitspreken. Mogelijk, zeg ik maar even, bij een ander verzoek. Ja? Dan, ja, meneer Futselaar. Wacht even, de heer Futselaar. Nou ja, voorzitter. Ik wil zo namens mevrouw Leijten dat verzoek wel gaan doen. Maar als er toch een meerderheid voor is, kunnen we dat dan niet gewoon vaststellen. En dan kunnen we er... de inbreng van de heer Omtzigt bij betrekken bij dat debat. Nee, maar dat gaan we straks doen. We gaan het niet ingewikkelder maken. We doen eerst dit verzoek en dan het verzoek van mevrouw Leijten. Heer Omtzigt. Ja, ik nog wel één vervelend puntje. En ik zal het dan maar gewoon zeggen.
Het gevolg van deze zaak zal zijn dat ik met de helft van de spreektijd achteraan de lijst sta. En dat ik precies 2 minuten kan praten over ongekend onrecht. Ja. Ik zeg het maar even tegen de collega's. En ze weten dat. Dank u wel. En ik ben daar best chagrijnig over. Ik zal dat niet verontrullen, want ik kan dan niet praten over wat er hier echt gebeurd is. En dat begint echt vervelend te worden, voorzitter. En daar kom ik bij u op terug, want dit kan niet langer. De volgende, voorzitter, het wel op de lijst voor 30 leden debatten. Gaan we doen.